long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. I said, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me, there's something about this place. Ze heeft attitude en ze verkoopt het wel. Dat zien de coaches natuurlijk niet. Something about lonely nights and my lipstick on your face. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Thaisa. Ah, Thaisa, het was zeker niet slecht. Ik verwacht wel veel van dit nummer. Het is echt een nummer dat heel veel power uitstraalt, waarin dat je heel veel kunt steken. Dat je... Maar je hebt wel goed... Je hebt vrij laid back geweest, in de positieve zin. Hè, vond ik echt heel goed. En in het begin ja, dacht ik van, kijk, druk. Ik dacht, nee, ik ga toch wachten totdat ze die hoogte in gaat. En dan, ja, dan vond ik het niet sterk genoeg. Je voelt wel dat je kunt zingen en zo. Daar mag je zeker van zijn. En als je straks van het podium stapt ook, je mag echt wel trots zijn op wat je gedaan hebt. Je kunt goed zingen. Maar het miste voor mij zo net iets van dat aarde en... Ja. De zenuwen waren mij net te veel. Ja. Ja. Weet je wat ik kies? In het algemeen, ook al is het het negende seizoen van The Voice, ik schrik ervan, ik denk dat wij er allemaal van schrikken, hoe goed het niveau toch wel weer is. Dat wij soms denken van waar komen ze allemaal nog vandaan. En als je dan bedenkt dat wij jou, wat je net gedaan hebt, niet vinden over die lat springen die wij gelegd hebben, dan moet je je inbeelden, oké, dat was het net niet of zo. Nee. Maar ik hoop dat je niet... Je ziet er niet ontgoocheld uit. Misschien straks onderweg naar huis wel. Het was plezant. Maar al wel. Ja. Al wel, ja. Neem het zomaar op. Maar super bedankt voor je deelname. Thaisa met opgeheven hoofd.